over grote voetballers gesproken. Ze hebben toch nog een probleem om Messi vast te leggen bij Barcelona. Ik heb het gisteren al gezegd dat die toonaangevende spelers willen eigenlijk hun salaris niet laten verlagen. Ja. En nu hebben ze Umtiti en Pjanic aangeboden om transfervrij te vertrekken. Maar ze gaan niet weg, hè? Maar ze gaan niet weg. Nee. Dus die kunnen transfervrij vertrekken, maar die gaan niet weg. Maar dan moet je even raden, hij heeft nog een contract voor 2 jaar. Umtiti, wat hij daar nog mee kan verdienen in 2 jaar. 8 miljoen. 35 miljoen. Jezus. Zou ik ook niet weggaan? Jezus. En wat denk je dat Pjanic, die tot 2024 vast ligt, wat denk je dat die nog kan verdienen? Weet ik echt niet. 50 miljoen. Maar waarom gaan die weg? Maar welke debiel geeft zulke contracten aan zulke middelmatige spelers? Ja, ik weet het ook niet. Umtiti. Op Voetbal International. Ik denk, wat zijn dat voor cijfers, man? Ja, wat maar Hans... Daar hadden wij ook benieuwd. Wat zou die Deense spits dan verdienen die niks kan? Braithwaite. Ja, die zou ook voor 8 of 9 op de loonlijst staan. Dat is toch niet normaal? Ja, maar Hans, je doet er vaak... het zijn bizarre bedragen. Kijk, en het vervelende is, als je als Barcelona zo'n Dembele zeg maar zo'n bedrag geeft, of zo'n Pjanic, weet je in ieder geval 1 ding zeker, dat gaat hij nooit meer bij een andere club verdienen. Dus als je hem wegdoet, moet je gewoon bijlappen. Umtiti, hoeveel had hij per... Umtiti kon nog in die 2 jaar dat hij bleef 35 miljoen opstrijken. Dat kan hij nog steeds opstrijken. Die zegt, ik ga niet weg. Nee, ik denk niet. Johan, als wij nu gespeeld hadden, waren wij toch ook miljonair geworden? Nou, jij niet, Hans. Nou, ik niet. Nee, jij niet. Nou, ik vind het veel treuriger dat eenvoudige voetballertjes veel meer verdienen als wij die topamusement maken. Ja. Nee, maar Johan, dit ook is... Dat, ja. Hè? Ja. Maar dat was toch ook voor die jongen van die zo goed speelde bij Arsenal. Die toen naar Manchester United ging. Die kostte, wat was het... Oh, je bedoelt Chilema. Alexis Sanchez. Die bedoel je. Die hebben ze een godsvermogen gegeven. Niet normaal. Die daarna gewoon geen knikken meer geraakt. Nee, maar het was toch in principe een goede speler. Het was een waanzinnige speler. Maar wat denk je van onze vriend Hazard bij Real Madrid? Ja, nog niet één keer. Wat dat aan geld gekost heeft. Ja. Wat heeft hij, hoeveel goals heeft hij gemaakt? Ja, ik geloof dat hij 12 miljoen had per jaar. Nu. Ja, maar hoeveel heeft hij er gemaakt in die 2 jaar? Een stuk of 5. Hij krijgt nu nog 1 jaar de kans, geloof ik, van Perez. Ja. Met Ancelotti. Maar ik vind dit zo verschrikkelijk voor die generatie Cruijff en Van Hanegem. Ja. Die nooit het grote geld verdiend hebben. Hè? Nee. Die verdienden 70.000, 80.000 Ja, die hadden een goed salaris. Echt. Dat is ook lang geleden. Jawel, maar dat is toch niet, dat staat toch in geen enkele verhouding. Wim Van Hanegem en Johan Cruijff. Die in Nederland 70.000 en 80.000 gulden verdienen. Ja, dat is zo lang geleden, ouwe reus. Ja. Toen was 80.000 gulden ook veel. Zo. Mis niks van de Oranjezomer. Ga naar veronica-insight.nl.